Hey kijkers van mijn aflevering, welkom bij een nieuwe aflevering van 1.8 Survival. Wij gaan weer verder waar wij waren gebleven. We zijn nu natuurlijk in ons prachtige huisje. En ik heb een paar dingetjes die ik in deze aflevering wilde gaan doen. We hebben namelijk een voedselprobleem. En dat voedselprobleem is, nou, zoals het zegt, het is een voedselprobleem. Dus we hebben geen eten. Dus ik dacht van, nou, we hebben eigenlijk eten nodig. Wat we ook nodig hebben, wat heel belangrijk is natuurlijk, is... koeien. Want ik heb hier natuurlijk 3 peper. Dan moet ik leather hebben om een boek te maken. En dan hebben we eindelijk de spullen. Hier, kijk. Ik zal even laten zien. Hier hebben we 4 obsidian. Hebben we hier 2 diamonds. En dan hebben we de papers. En dan moeten we nog 1 leather. En dan hebben we alle spullen die we nodig hebben voor een enchantment table. Natuurlijk moeten we dan ook nog bookshelves. Maar dat komt dan allemaal later wel. Dus ik zeg, laten we maar gelijk beginnen met een farmpje bouwen. Zodat we in ieder geval eten hebben. Dan kunnen we wat minder snel dood. Want ik vind, zeg maar, zoiets als... Hoe noem je dat? Zoiets als eten vind ik minder belangrijk dan leer. Laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk, ik wilde hier zeg maar een soort van platformpje maken. Waarop ik gewoon kon bouwen, zeg maar. Dit een beetje opvullen, bijvoorbeeld. Alleen dan moeten we even kijken of wij daar dirt voor hebben. We hebben in ieder geval 46 dirt. Oh, hier, een stack en een half. Dat is op zich redelijk wat. Nou wil ik eigenlijk liever ook nog even een iron shoveltje maken en ergens dirt gaan hakken. Kijken of we ergens een plekje kunnen vinden daarvoor. En dan drop ik even heel veel kobbel hier. En even dit allemaal. Dit hebben we allemaal even niet nodig. Dus daarom denk ik van nou oké, dan doe ik hem even weg. We hebben hier ook nog smoothstone. Dat is ook, ik vind dat een mooi blok. Ik vind dat echt een mooi blok. Ik vind dat een mooier blok. Of een van de mooiere bloks in Minecraft, zeg maar. Ik vind, ja, het is niet het mooiste blok wat ik vind, maar het is wel een betere. In ieder geval, laten we maar gewoon gaan zoeken naar een plekje om dirt te hakken. Ik wil natuurlijk niet de wereld een beetje te lelijk maken, dus dat wordt nog even lastig om een plekje te zoeken. Dan gaan we ook even ondertussen wat seeds slaan. Kijken of we daar, of eigenlijk wat dingen slaan. Oh, wacht, heb je die shovel nou anders vast? Nee, oké, dat was even, dat was even raar voor mij. Maar ik dacht van, dan hebben we dus even seeds nodig. Sorry, ik had even een spraakprobleem. Ik heb echt de laatste tijd zo'n spraakprobleem, of spraakproblemen. Dat komt gewoon omdat ik ziek ben geweest. En daarom heb ik ook trouwens geen video's gemaakt. Ik wilde eigenlijk wel een video maken, ik had er tijd voor. Alleen, ik was ziek. En ik had heel veel keelpijn. En daardoor dacht van, hey, ik doe maar even niet. Ik vind het zelf heel jammer natuurlijk. Oh, ik dacht dat ik werd gehit door iets. Ik wilde natuurlijk zelf video's opnemen, alleen dat kon gewoon niet. En dat vind ik zo stom als dat gewoon niet kan. Even kijken, we hebben hier dus even een nieuw stukje ontdekt. Ik zie daar een swamp biome. Dat is ook wel handig om dat daar te hebben. Ik had even lag, wauw. Swamp biome is handig om te hebben, want er zitten er slimes. Dus dan kan je uiteindelijk sticky pistons maken, weet ik veel wat. Dus dat is wel chill. Dan gaan we hier maar even wat dirt hakken. Gewoon even zo'n laagje eraf halen. En dan hoop ik dat we hier wat dirt van kunnen krijgen. Of in ieder geval genoeg dirt om het even mee op te vullen. Op welke difficulty speel ik easy? Dus ja, hij stopt nu met je pakken. Oké. Want ik vind met zo'n half hartje vind ik echt veel te moeilijk eigenlijk. Want uiteindelijk word je gewoon ge-one-shot, one-killed, zoals het heet. En dat vind ik echt jammer als je dan in één keer dood bent. Natuurlijk zijn we in de buurt van het huis, dus het maakt niet zo heel veel uit. Alleen, we zijn wel 21 levels XP kwijt. Of in ieder geval, je bent 3/4 kwijt, dacht ik, van al je levels. Dus, je bent dan aardig wat kwijt. Even kijken. Zo, we hebben dus nu bijna 3 stacks. Nou, dat is wel even genoeg. Nog 3 blokjes en dan hebben we 3 stacks. Oh, wacht. Yay, 64. Yeah. Oké, dan hebben we nu wel, denk ik, even genoeg. Dan ga ik nog even door met wat seeds pakken. Ik heb ook een beetje bone meal. Ik heb wat bones en daar kan ik bone meal van gebruiken. Dus dat is wel handig om ook even te gebruiken nu, aangezien we nu gewoon echt in een hongersnood zitten. Want kijk dan, we hebben helemaal 0 hunger bars. Of 0 hunger dingen. Hoe heet dat dingen? Vleesjes? Moet je die vleesjes noemen? Of wat? Hoe moet je dat noemen? I don't know. Ik vind maar raar iets, die vleesjes. Of die dingetjes van de hunger. Oké. We pakken even de dirt erbij. En dan gaan we beginnen met opvullen hier. Oké, dan hak ik dit even, want stiekem kan je daar nog wat seeds uit krijgen.
Volgens mij als je er een blokje doorheen plaatst, krijg je volgens mij nooit de seeds. Dat is volgens mij echt heel erg stom daaraan. Maar hey, ik kan niet zo heel veel aan doen. Zeg maar, ik heb Minecraft niet gemaakt. Dus ja, dat is dan pittig. Even kijken. Zo. Oh. En dan maak ik het hier even een beetje vlak. Want uiteindelijk wil ik hier dus een farmpje hebben. Maar dan wordt nog even kijken. Want ik wil wel even veel aan mijn huisje doen, zeg maar. Ik vind het altijd zo leuk om, zeg maar, zo een beetje opgeruimd huisje te hebben. Zoiets, zeg maar. Gewoon een beetje als netjes eruit zien. Bijvoorbeeld dit ook even weg. Oh, we hadden trouwens nog een wooden. Ik zie nu pas dat we nog een wooden shovel hadden. Maar alles dat het een beetje netjes uitziet, weet je wel. Dat heb ik het liefst. Dit wordt even pittiger. Ik denk dat ik hier stone... Ja, ik ga hier denk ik stone bricks doen. Ja. Ga ik heel eventjes aan jullie laten zien hoe ik dat... Wat ik nu precies in mijn hoofd heb. Ja, hoe ga ik dit het beste laten zien? Ik ga eerst even dit weghakken. Eén momentje. Ploppen, ploppen, plop. Ik vind dat zo leuk om te hakken in Minecraft. Of dirt weg te hakken. Vooral als je zo'n diamond shovel met efficiency 5 hebt of zo. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben geprobeerd of zo. Door zo'n enchantment erop te hebben of whatever. Efficiency 5 is zo moeilijk snel op een diamond shovel. Want met een diamond shovel hak je al echt super snel. En dan ook nog eens efficiency 5. Dat is echt reet te snel. Dus ja, dat is super chill. Oké, ik heb dus hier nog even wat stone bricks. Als het goed is. Ja, ik heb hier nog 60. Oké, dat moet het wel eventjes doen. Dan gaan we hier even dit gras weg natuurlijk. Ik heb jeuk aan mijn neus. Even krabben, dankjewel. Dan maak ik hier even zo. Dit even stone. Zeg maar. En dan even kijken hoor. Moeten we nog even kijken hoe wij dat allemaal gaan doen. Ik moet natuurlijk ook nog hier even mijn trappen. Ga ik volgens mij hierheen doen. Ja, dan ga ik hier even verder met mijn trap, zeg maar. Ik moet die trap nog steeds afmaken. Ik realiseer me nu pas. Ik moet die trap nog steeds afmaken. Ik ben zo'n retard. Oké. dus, awkward. Oh, goddammit. Oké. Dus, wat ik dus ga doen. Ik wil... Ja, wil ik hier water? Ja, ik ga hier even wat weghalen. En dan ga ik eventjes aan jullie laten zien. Aan jullie showen hoe ik dit ga doen allemaal. Dat wordt nog even denken. Want ik moet nu even weer inkomen in Minecraft. Hoe ze dat nou precies doen al die tijd en zo. Even kijken. Even denken. Want water geeft 4 breedte. Dus als je hier dan... Oh, wacht. Hier moet uiteindelijk dirt komen. Zo. Even kijken. Zo. Als hier... Oké. Ja, ik weet het al. Hier komt uiteindelijk dan, zeg maar, de waterrange. Dus hier stopt de waterrange. Dus dan krijg je geen water meer. Dus hier moet dan ook 4 dik. Dus dan vullen we dat ook even op. En dan hebben wij, als het goed is, nu gewoon een farmpje. Als we dit dan even met stone bricks omringen. Dat vind ik altijd wel even mooi. Plop, 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 plop. En... Plop, ondertussen wordt het nacht. Oh, goddammit, dan moet ik even slapen. Ik ben zo traag, ik kan niet sprinten. Yes! Oké, we zijn geslapen. We zijn geslapen, yes! Oh my god. There we go. Oké, dan gaan we weer verder. Ja, het ziet er nu al pittig goed uit, vind ik. Ik vind het nu al leuk eruit zien. Plaats ik hier even wat, of eigenlijk, ik moet dat even hier plaatsen, want dan kan het verder. Maak ik ook even wat torches, of dan heb ik, plaats ik even wat torches. Dus dat we hier in ieder geval wat dingetjes hebben. Sorry trouwens als Minecraft een beetje lagt. Ik kan daar nog niet zo heel veel aan doen. Ik ben een beetje aan het tweaken met nieuwe opnameprogramma's en render settings en zo. Dus het spijt me daarvoor. Hebben wij een hoe al gemaakt? Nee, ik denk het niet. Oké, dan maak ik er gewoon eentje van cobblestone. Want cobblestone is echt het simpelste waar je een hoe van kan maken. Dat is gewoon easy peasy als het ware. Oké, dan maak ik dit. Dat is even een handige tip voor jullie jongens. Dan maak je dit. Maak je stuff. Hoe noem je dat? Verpletterde grond of omgebouwde grond. En dan plaats jij sugarcanes hier langs. Zo, als dat. Ik heb lag. Oké, dat is heel irritant. Ik kan me daar zo aan irriteren. En dan wat ik dus doe.
dan plaats je hier de seeds. Want het water komt hier tot range. De sugarcane kan hier langs. En daarna dan kan je gewoon heel klein en smal werken. En ik heb weer heel veel lag. Ik weet niet wat het is. Mijn PC is een beetje raar aan het doen de laatste dagen. Ik weet niet wat het is. Oké, daar ben ik weer. Oh my god, ik heb nog steeds lag. What the fuck is dit? Ik snap er helemaal geen ene hol van. In ieder geval, dit is de farm die we hebben gemaakt. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer. Peace out.